De Walk of Peace is altijd het begin van de Vredesweek, hè, die komende week is. En wij beginnen altijd, zoals gezegd, met een Walk of Peace, een vredeswandeling. We lopen naar verschillende locaties en daar wordt dan wat aangeboden aan de mensen. En dit jaar was inderdaad, als je het hebt over vrede en verlangen naar vrede, dan kom je al gauw op de situatie in Oekraïne. En we hebben dus Oekraïense mensen bereid gevonden om muzikaal en instrumentaal te ondersteunen. En dat was hartverwarmend. We zijn begonnen met een kinderkoor. De Nachtegaaltjes, die hebben ons toegezongen toen we startten in de Bleekkerk. I have created to my choir 6 months ago, and my choir called Soloveika. It's a little Ukrainian bird. My choir consists of women and children, and we speak a lot of Ukrainian songs. And you're here with a purpose with your choir. In Ukraine is very, very dangerous because every day bombs to fall in my country, and a lot of people died, and some cities is occupied it now. It's like Kharkiv, Energodar, when nuclear power plant station is a very big problem for us, and it's Donbas, Lugansk, Crimea, and in Ukraine I have a father, and we speak every day. I call on with my telephone and talk about situation in Ukraine. Now it's very dangerous, but I hope today I will pray, and my people will pray about my country and my people there. De mensen waren ook nogal onder de indruk van de burgemeester met zijn speech. Dat klopt. Er waren verschillende sprekers, met name ook in de grote kerk, onder andere de burgemeester. En daar waren we echt van onder de indruk, omdat het zo actueel is. En dat sprak heel erg aan. En ook de toespraak van de heer Gieteling, die daar eigenlijk heel mooi op aansloot, maakte indruk. Met de verwoestingen en het leed aan de grenzen van ons werelddeel lijkt deze bijeenkomst, deze Walk of Peace, bescheiden. Bijna futiel, als je negatief gaat denken. Maar dat is het niet. Want vrede begint dichtbij. In onze eigen stad, in onze eigen buurt. Poetin verwijt hem de onttakeling van de Sovjet-Unie en wil die grootmacht herstellen. Helaas. Dat gaat niet voorspoedig, gelet op de oorlog in de Oekraïne. Ik vind het zo mooi dat er in Almelo zoveel mensen zijn die willen werken aan de vrede. En wat de burgemeester zei en waar ik het helemaal mee eens ben, is dat het ook in kleine kring kan. In de wijk, in de stad, in je gezin, in je familie. He, vrede is een werkwoord, maar het is niet vanzelfsprekend. Je moet er wel aan werken. Waar duister is en vreugde,
mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, maar om anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als om anderen te begrijpen. Vijf, vier, drie, twee, één.